Uit statistieken blijkt dat de behoefte aan huisartsenzorg buiten de reguliere polytijden groot is. Het Staatsziekenfonds is daarom de samenleving tegemoetgekomen met een huisartsenpost. Dr. Rudrakant Omrouw, de coördinator van deze SZF-unit, vertelt meer hierover. Bij het Staatsziekenfonds zijn er vele verzoeken van cliënten voor het feit dat op bepaalde uren de huisartsen niet te bereiken zijn in de nacht en op gezette tijden op zon- en feestdagen. Dus uit statistieken van het Staatsziekenfonds blijkt dat de behoefte voor huisartsenzorg buiten reguliere huisartsenpolytijden groot is. Spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo wordt overbelast met huisartsengevallen. Bijna 2 jaar geleden heeft het Staatsziekenfonds geprobeerd om in samenwerking met belanghebbenden de huisartsenpost van de grond te krijgen. Er is een lijvig rapport door deskundigen samengesteld, maar helaas hebben de andere partners afgehaakt. Uiteindelijk heeft het Staatsziekenfonds met haar dochteronderneming NV met hulp het besluit genomen om alvast 1 huisartsenpost te starten, omdat de vraag hierna groot is. De huisartsengevallen die zich aanmelden bij het Academisch Ziekenhuis worden grotendeels gedeclareerd uiteindelijk bij het Staatsziekenfonds. Daarnaast betalen onze cliënten een drempelkosten. Wanneer onze cliënten zich aanmelden bij de huisartsenpost van het Staatsziekenfonds, wordt er geen drempelkosten in rekening gebracht. Het verschil tussen spoedeisende hulp als het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en huisartsenpost van het Staatsziekenfonds kunt u al uit de naam afleiden. Huisartsenpost is voor huisartsengevallen die de huisarts zelf kan en mag afhandelen. De huisartsenpost is open van maandag tot en met vrijdag, van 7 uur 's middags tot en met 7 uur 's morgens. Zaterdag, zondag en op feestdagen zijn wij 1x24 uur beschikbaar voor de samenleving. De huisartsenpost is gevestigd op de hoek van de Fred Derbystraat en de Prinsenstraat. U kunt bij de huisartsenpost terecht voor alle gevallen. Wij behandelen primair alle huisartsengevallen. Mocht het tijdens evaluatie blijken dat u de tweede lijn zorg nodig heeft, dan wordt u door ons doorgeschund naar een desbetreffende instantie. Hiervoor hebben we ambulancedienst beschikbaar.